De Zeven Hondjes door Annemarie Stork Kruijf. Dit is een opname ter gelegenheid van de 7e verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Zeven hondjes, dik en rond, sliepen rustig en gezond. Eindelijk kwam de gouden zon zien of zij ze wekken kon. Bruintje zei, het is nu al dag. Dacht dat ik pas te slapen lag. Broertjes, zusjes, waf, waf, wauw, kom nu vlug, word wakker, gauw. Met z'n vieren in het bad, wat een rare pret is dat, zei Fidel de kleine guit, klom meteen de badkap uit. Maar, oh wee, de baas was vlug, haalde gauw Fidel terug, en hij kreeg, hoe hij ook terugt, deze keer een extra beurt. Zie, het eten staat al klaar, jongens. Nu aan smullen maar. Straks zijn ook de andere twee klaar met het bad en eten mee. Kom, wie weet er nu een plan hoe men het prettigst spelen kan? Willen wij eens kijken wie het hardste loopt? Kom, 1, 2, 3. Met z'n allen in galop lopen zij van hop, hop, hop. Azor geeft zijn broer een gooi. Stoute hond, dat is niet mooi. Broertje geeft een harde gil. Eensklaps houdt de wedloop stil. Azor vraagt vergiffenis, hoort dat het zo erg niet is. Zusje is van het lopen moe, gaat gauw naar een kussen toe. Hé, dat rust, zucht zus tevree. Maar, o wee, dat valt niet mee. Nee, dat kussen is voor mij, roept Caro. Het staat jou niet vrij daar te zitten, maar zus zegt, wie het eerst komt, heeft het meeste recht. Tom zag Poesjes melk staan. Is daar vlug naartoe gegaan. Poesje zegt, heb jij zo'n dorst, drink dan, als je maar niet morst. Tommy had voor Poesje zweeg heel de schotel melk al leeg. O, jouw schrok, zei Poesjekijn, jij mag niet zo gulzig zijn. Wat een mooie lap, hoezee, nu aan trekken, wie doet mee? Zusje is erg in haar schik, wie is het sterkste, jij of ik? Maar wat is er toen gebeurd? Het lapje is helemaal gescheurd. Zus een eind en broer een stuk, o, dat is een ongeluk. Voor de hondjes slapen gaan, krijgen zij nog levertraan. Ieder krijgt een ferme hap. Boe, dat is voorwaar geen grap. Fidel slaakt een dof gebrom. Bruintje draait zijn kopje om. Zus en Kas zijn ook niet blij. Eerst nog twee, dan komen zij. Het slikken van de levertraan is gelukkig nu gedaan. Voor een lekkere, zoete hap eten zij nu nog wat pap. Baas zegt dat de medicijn o zo goed voor ons moet zijn, maar dit smaakt, zucht kleine Fik, heel wat beter, dat zeg ik. O, wat hebben wij gespeeld! Geen van ons heeft zich verveeld. Kom, nu zijn wij toch wel moe. Straks komt baas en dekt ons toe. Morgen hebben wij weer pret. Maar nu gaan wij zoet naar bed. Het maantje houdt bij ons de wacht. Wij gaan slapen. Goedenacht. Einde van De Zeven Hondjes van Annemaria Stork Kruijf. Gelezen door Bart de Leeuw.